boekenboek. Het is weer tijd voor de boekenbe... Of niet dit jaar? Het is online. Een online boekenbeurs. Met streamende schrijvers. Stromende woorden. Een feest in digitalere ogen. Vaste waarden. Debutante. Bubbellectuur, zelfs pikante. Boeken beleven kan altijd. Want fantasie is virusvrij. Welkom bij de Boekenmarathon 2020. Ivan is zo... Ah, van hier, voilà. Nu je mij toont, Ivan, zie ik hem liggen. Hier had mijn boekenbak, het boek van Ivan de Vadder. Het zijn er ook wel wat, Ivan. Ja. Althans alfabetisch. Ik zeg het allemaal. Nee, mooi geordend. Welkom bij de Boekenmarathon op dag 11. En ook aan jou, welkom als je er nu pas bijkomt. Niet erg, dit is de laatste dag van een zeer mooi en lang avontuur. Maar je kan alles wat je maar wil herbekijken. Kijken via VRT Nu. En dat is eigenlijk gewoon exact de bedoeling. We zitten ondertussen al over de 300 boeken, want elk van die boeken die hier rond mij ligt, is ook een gesprek dat wij gevoerd hebben de afgelopen 10 dagen. En al die gesprekken vind je dus terug als aparte filmpjes op VRT Nu. En de bedoeling is gewoon dat jij doet wat je hier normaal gezien op de boekenbeurs in het echt komt doen. Grasduin daardoor, laat je verrassen. Klik eens iets aan waarvan je nog niet wist dat dit iets voor jou was. En in de hoop dat er dan ergens een boek tussen zit dat je besluipt en je beste vriend wordt op je nachtkastje voor de komende weken. Zou dat niet mooi zijn? Want dat is wat er hier dus elk jaar live gebeurt in Antwerp Expo. Niet zo dit jaar, maar er zijn wel veel goede boeken verschenen en die willen we langs deze weg toch aan je aanbieden. Misschien is dit wel je nieuwe nachtkastvriend van Ivan de Vadder en Jan Kallebouts. Het DNA van Vlaanderen. Wat willen de Vlamingen echt? Dat is een goede vraag. Of er ook een antwoord op is, gaan we nu te weten komen. Ivan, kan jij misschien zelf even samenvatten wat er in dit boek staat? Het boek is eigenlijk een overzicht van drie verkiezingen onderzoek. 2009, 2014, 2019. Onderzoek naar wat Vlamingen inderdaad willen. Oké, het is een beetje het DNA van Vlaanderen. Het zou een catchy titel moeten zijn. Het is eigenlijk gaan zoeken, vragen aan mensen. Als je nu zelf zou mogen zeggen, wat is jouw ideale samenleving? En wat is jouw ideale politicus? Hoe ziet die eruit? Aan welke waarden moet die beantwoorden? Waarden zoals bijvoorbeeld eerlijkheid, charismatisch, bekwaam. Maar ook welke normen moet die uitdragen? Zoiets als, moet die traditioneel zijn? Of eerder, iemand die gelooft in succesverhalen. Is dat iemand die het gezin belangrijk vindt? Of die bijvoorbeeld het persoonlijk streven naar succes belangrijk? Iemand die politie op straat belangrijk vindt? Dus al dat soort dingen hebben we op drie verschillende momenten liever vlak voor verkiezingen aan mensen gevraagd. En eigenlijk gevraagd van, schets nu eens die ideale samenleving. Hoe ziet die er eigenlijk uit? En de eerste laag, dat is heel duidelijk. Als je vraagt, waar heb je het meeste angst voor? Dan zeggen de mensen natuurlijk ongeneeslijk ziek worden. Hè. Dat is logisch, dat is heel dicht bij mensen. En dat is de eerste laag die ook aan bod komt in dit boek. Maar we proberen net die ideale samenleving te gaan samenvatten. En wat blijkt? Als je dat gaat uittekenen op een kaart... Luister, want het is een beetje technisch ingewikkeld. Mensen die bijvoorbeeld zeggen dat ze het gezin belangrijk vinden, gaan ook heel snel waarden als traditioneel daar dicht bij elkaar zeggen of makkelijk samennemen. En je kan dus op een kaart uittekenen, mensen die traditie belangrijk vinden, daar hoort het gezin bij. Maar mensen die bijvoorbeeld individueel streven belangrijk vinden, daar zit meestal een soort ondernemersgeest bij. En dus die kaart tekent zichzelf eigenlijk af, gewoon door mensen die dingen samen hebben gezet, kan je op een kaart uitzetten. En als je die kaart dan hebt, dan krijg je eigenlijk ongeveer 6 groepen in de Vlaamse samenleving. Die 6 groepen maken deel uit van dit boek. Dat zijn mensen die bijvoorbeeld het gezin belangrijk vinden. Of mensen die de buurt belangrijk vinden. Dat zijn mensen die regeltjes belangrijk vinden. Dat zijn mensen die individueel succes belangrijk vinden. En die 6 groepen, die kan je eigenlijk gebruiken als politiek analist, als politieke partij, als geïnteresseerde waarnemer,
om ja, aan de slag te gaan van behoor ik daarbij? Dat is bijvoorbeeld één ding. Maar beantwoordt een politieke partij aan de normen en de waarden van die groepen en kunnen de politieke partijen, zoals we die nu kennen, kunnen die eigenlijk voldoen aan de wensen van die mensen? Ja. En dan kom je tot een heel merkwaardige vaststelling. Daarmee rond ik eigenlijk de gedachte af. Dat de traditionele partijen, zoals we die in ons land kennen, dat zijn de liberalen, de christendemocraten en de socialisten, dus de partijen die uit de 19e-eeuwse ideologieën komen, dat die het minst erin slagen om te beantwoorden aan de normen en de waarden van die zes groepen. Terwijl nieuwe partijen, zoals Groen, Vlaams Belang en voor een stuk ook N-VA, daar veel makkelijker in slagen om aan die normen en waarden van die groepen te beantwoorden. En dat is natuurlijk voor mij en voor Jan een heel merkwaardige vaststelling. Je ziet ook dat die politieke partijen op dit moment alsmaar minder kiezers kunnen lokken, in peilingen aan het zakken zijn. En dat partijen als Vlaams Belang en N-VA voor een stukje minder groen aan het stijgen zijn. En je krijgt dus een soort roadmap, een verklaring daarvoor in dit boek. Daar zit zoveel in, waanzinnig interessant. We gaan er meteen verder op in, maar we moeten het misschien inderdaad ook even over jouw co-auteur hebben. Ja. Want Jan Kallebout, dat is niet die van de chocolade. Nee. Wie is Jan Kallebout? Jan Kallebout is iemand die al jaren in Vlaanderen vanuit marketing in de eerste plaats met bedrijven werkt. Eén anekdote. Jan is de man die aan Coca-Cola duidelijk heeft gemaakt op het moment dat Coca-Cola succes had met Cola Light, dat Cola Light eigenlijk alleen door vrouwen werd geapprecieerd. En dat het misschien niet oninteressant zou zijn om daar ook een mannelijke pendant voor te hebben. En dat is Cola Zero geworden. Nu drinken we dat allemaal. En nu drinken sommige mensen dat allemaal. Dat is Jan. Dus Jan is eigenlijk ook degene die zegt van in de politiek, politicologie, politieke partijen, missen we dit soort onderzoek. Daar wordt heel sterk gekeken naar peilingen. Wie is populair? Aan welke partijen denken mensen? Voor wie zou je kunnen stemmen? Maar niet het meer emotionele. Het meer gevoelsmatige. En natuurlijk is dit een typische aanpak die in bedrijven wordt toegepast, die bij marketing wordt toegepast. Je gaat een product proberen te verkopen. Ja. Laat dat heel duidelijk zijn. En ik zeg ook niet dat dit zaligmakend is, maar ik vind het een hele mooie aanvulling op de meer klassieke methodes om naar politiek te kijken en naar politieke partijen te kijken. Maar jullie zijn in 2009 met die regelmatige onderzoeken gestart. Dus dat is 11 jaar geleden. Een mens zou dan denken, oké, we weten ondertussen allemaal, zelfs als we niet echt met politiek bezig zijn, dat die klassieke partijen na de verzuiling een beetje de boot gemist hebben. Dat die niet meer één op één aansluiten bij wat mensen willen. Hè? Dat is wel duidelijk. Maar je zou denken dat die dat ondertussen toch zelf gedaan hebben en zichzelf herpakken en heruitvinden. Wat zit daar in de weg, Ivan? Wat zit daar in de weg is natuurlijk ideologie. Namelijk, je zegt, ik ben een socialist en mijn bakermat gaat terug naar het socialisme. En dat betekent dat wanneer problemen zich aandienen, je in de eerste plaats, en dat geldt ook voor liberalen en ook christendemocraten, gaat teruggrijpen naar die basisideologie om te proberen een oplossing te geven of een oplossing te zoeken voor de problemen. Alleen, en dat is ook de analyse hierin, dienen zich nieuwe problemen aan. Problemen die niet passen in die oude schema's. Oude schema's zijn bijvoorbeeld links-rechts op. Je hebt mensen die bijvoorbeeld links associëren met overheid die ingrijpt, bescherming van mensen, gelijke kansen. Rechts meer, minder overheid, minder bescherming, een vrije markt, dat zijn de oude klassieke lijnen. Wat blijken de nieuwe problemen te zijn? Dat is migratie. Dat is, mensen komen hier binnen, zet je de grenzen open, in welke mate zet je die open, verwelkom je mensen en hoe pak je dat aan? Maar evengoed klimaat. Ben je een klimaatontkenner of ben je integendeel iemand die vindt dat klimaat een levensgroot probleem is en dat je dus een hele filosofie moet ontwikkelen om dat probleem op te lossen? En dus die oude traditionele partijen grijpen altijd terug naar hun bakermat, maar dat past niet op die nieuwe problemen. Ja. En dus, dat is ook een van de verklaringen waarom partijen als Groen, Klimaat, maar ook N-VA en Vlaams Belang,
migratie voor een stuk, identiteit, zal ik het zo noemen, ja, daar veel sterker in staan, omdat zij ook ontstaan zijn vanuit de problematiek die daarmee te maken heeft. Zij zijn dus wat dat betreft modernere partijen. We hebben namelijk in dit boek ook gevraagd aan mensen, u had een profiel van een ideaal politicus. Zeg eens wat u associeert met de politieke partijen. Bijvoorbeeld, vindt u de N-VA eerlijk? Vindt u Vlaams Belang eerlijk? Vindt u Groen eerlijk? Maar vindt u het ook charismatisch? Vindt u het inspirerend? Vindt u het vernieuwend? Dus de waarden die je toepast op mensen, hebben we ook gevraagd toe te passen op politieke partijen. En dan krijg je ook daar eigenlijk een heel merkwaardig beeld van een driedeling. Je hebt die klassieke partijen waarvan mensen zeggen, god ja, die hebben hun waarden, die hebben hun ideologie, die hebben een bepaalde oplossing. Maar we geloven eigenlijk niet meer dat die erin slagen onze moderne maatschappij vorm te geven. Dan heb je Vlaams Belang, Groen en PvdA. Waarvan mensen zeggen dat zijn utopische partijen. En we vinden die utopie, die droom, die vinden we eigenlijk fantastisch. De ene al wat meer. Je hebt mensen die geloven in de ideologie van Vlaams Belang. Anderen die geloven in die van Groen. Maar goed, die utopie, dat is iets wat aanspreekt. En dan heb je een derde partij. Dat is op dit moment volgens de Vlaming die onderzocht is de N-VA. En de Vlaming zegt van de N-VA, dat is de partij die wat vroeger de CVP was. De partij die eigenlijk moet besturen, die alles vormgeeft, die verantwoordelijkheid neemt. En dus is de conclusie, een van de conclusies van Jan Kallebaut, eigenlijk is de ideale partij op dit moment een combinatie van die bestuurspartij, die partij die verantwoordelijkheid neemt en problemen oplost, en een van die utopische partijen. Groen bijvoorbeeld, want klimaat is een van de belangrijkste partijen. Ja. Maar zeg ik dan tegen Jan, het zou evengoed Vlaams Belang kunnen zijn. Namelijk N-VA, die met de utopie van Vlaams Belang gaat samenwerken. En dus dit boek geeft je echt wel een inzicht van een aantal mogelijkheden die nu open liggen voor politieke partijen. Oh ja, want dan komen we terug opnieuw bij het voorbeeld van Coca-Cola, die dan wel schakelen met hun Cola Zero, omdat er gewoon één op één een vertaling mogelijk is van bepaald marktonderzoek naar een product. Ja. Dat is hier ook het geval, maar daar bots je op die ideologie waardoor het niet kan. Voor een stuk ideologie, maar bijvoorbeeld, ja, zegt men bij de N-VA, dat die groene droom overzetten naar ons verantwoordelijkheidsbesef, dat zou inderdaad fantastisch zijn. Daar liggen mogelijkheden. Je kan daar research in doen, mensen aan het werk zetten in die sector. Je kan heel veel dingen samen, wij met ons verantwoordelijkheidsbesef en daadkracht en die groene droom, dat zou inderdaad, maar dan bots je inderdaad op. Die groene partij, dat is Meriem Almaci, zegt men bij de N-VA. Dat is Christophe Calvo, zegt men bij de N-VA. En bij Groen zegt men evenzeer, ja goed, maar dan zouden wij moeten samenwerken met Bart de Wever. En ja, je botst dus niet alleen op ideologieën, het nationalisme versus die groene droom. Je botst dus ook op, ja gewoon, hoe klinkt het ook alweer, bezwaren en ja, wetten bijna die soms in de weg staan. Is er een nieuwe generatie politici die dit boek gaat lezen en daar wel mee aan de slag gaat? Dat denk ik wel. Dat hoor ik ook bij een jongere generatie. Onder meer bij Groen, die eerst een beetje verontwaardigd waren van ja, en staan wij nu echt in de weg van een samenwerking met de N-VA? Maar als je dit leest, denk ik, krijg je echt wel een handleiding als politicus om een aantal fouten niet te maken, te zien waar eventueel de problemen zitten en wat je eraan kan doen. Het blijkt dat die nieuwe partijen nog altijd als eerlijk worden beschouwd, die klassieke niet. Dan heb je toch als opdracht, denk ik, van een klassieke partij, als politicus van een klassieke partij, om net iets te doen aan die geloofwaardigheid ten opzichte van eerlijk. Ik kom eerlijk over. En dan is het de zoektocht van, ja, hoe ga je dat vertalen? Wanneer is eerlijkheid een probleem? Wanneer kom ik als politicus, wanneer komt mijn partij niet meer eerlijk over? Dat is dan natuurlijk ja, de zoektocht die politici zelf moeten doen, die ik niet in hun plaats ga doen. Ja. En zo. Maar dat is natuurlijk wel de opdracht die ze hebben. Fantastisch. Laatste vraag, is er plaats voor een nieuwe partij die dit zou belichamen? Of oh ja, dat denk ik wel. Zit het vol het spectrum? Nee, het spectrum zit absoluut niet vol.
we zijn gaan vragen... Dit is perceptieonderzoek. Ja. We zijn dus aan mensen gaan vragen wat ze denken. Dit is niet de waarheid die daarin staat. Dit is hoe mensen het percipiëren. Je moet het altijd goed lezen. Ja. Dus dat betekent dat mocht een nieuwe partij opstaan met andere kenmerken, dat we opnieuw aan mensen kunnen vragen... Ja, wat vindt u van die partij? En daarmee aan de slag kunnen gaan. Nee, het spectrum zit helemaal niet voor... Het zou kleiner kunnen worden. Minder partijen. Zou ook interessant zijn. Welke partijen kunnen samengaan? En welke associaties met die partijen zijn complementair? Maar het kan evengoed de andere richting uitgaan. Nee, daar geeft het eigenlijk geen handleiding voor. Het was heel fijn om mij te warmen aan jouw passie voor deze materie. Het is een ongelooflijk... Het is eigenlijk bijna straf dat die insteek niet gewoon gangbaar is bij elke partij. En bij dat elke is Jan zijn standpunt. Die zegt eigenlijk, ja, dit zou in de politiek veel vaker moeten gedaan worden, dit type onderzoek. Maar goed, kijk, voor alle duidelijkheid, de VRT heeft dit onderzoek elk jaar, 2009, 2014, 2019, uitgevoerd en we hebben er dankbaar gebruik van gemaakt. Ja, als je daar meer over wil weten, dat kan inderdaad onder andere op de website van VRT Nieuws, is daar een en ander over terug te vinden. En ik denk dat dit boek gretig aftrek zal vinden bij de politieke vrienden die nu aan het meekijken zijn, zeker en vast doen. Maar misschien ook bij jou, want dit gaat ook over ons allemaal. Het zet je misschien aan het denken. Dus haal het voor jezelf in huis, deel het met iemand, doe het cadeau, ga het in de bib uitlenen of ga naar de lokale boekhandel. Alle informatie over dit boek van Ivan de Valler en Jan Kallebout, het DNA van Vlaanderen, uitgegeven bij Vrijdag, staat op boekenbeurs.be, als ook het adres van je lokale boekhandel die je al lang had moeten weten zijn. Ga daar naartoe en vooral blijf lezen.